Ja, Peer, de eerste oefenwedstrijd van dit seizoen is een feit. Het leuke aan die oefenwedstrijden is dat je dan ook gezichten ziet die je nog niet eerder gezien hebt. Vertel, hoe heb jij vandaag beleefd? Ja, speciale dag natuurlijk. Ik maak vandaag mijn officieus debuut, dus dan ben je altijd trots. Ik heb hier lang voor gewerkt en dan, als je dan zo'n helft mag spelen hier, dan is dat trots op mezelf. Wanneer hoorde jij dat je mocht gaan spelen? Nou, ik heb de afgelopen week meegetraind. Voor de vakantie hoorde ik dat ik mee mocht trainen met het eerste. Dus toen je hoorde ook dat er twee oefenwedstrijden waren, hoop je het natuurlijk wel een beetje op. En toen helemaal gisteren mijn naam op de wedstrijdformulier stond, toen had ik hem vermoeden. Dus leuk, zeker. Vertel eens, beschrijf dat eens, dat gevoel als je dan voor het eerst bij het eerst op het veld staat. Ja, fantastisch natuurlijk. Je ziet ze nu regelmatig trainen op het trainingscomplex, op het jeugdcomplex. En daar zie ik ze nog als een beetje de grote mannen. En daar sta je er nu zelf tussen, dus dat is wel heel speciaal. Extra speciaal is dat jouw broer, dat die hier ook rondloopt. Hoe is dat om met z'n tweeën zo rond te lopen hier? Ja, eigenlijk erg leuk. Je hebt altijd, ik vraag veel dingen aan hem. Hij is natuurlijk al wat ervaren hier. Dus hij helpt me goed. En eigenlijk is het alleen maar leuk, want je kan toch met elkaar delen en je helpt elkaar goed. Dus eigenlijk is het alleen maar lekker. Dan even over de wedstrijd zelf. Het is natuurlijk niet een eredivisiewedstrijd. Het is tegen de amateurs. Hoe is de wedstrijd jou bevallen? Wel goed. Voor mij heb ik redelijk mijn ding kunnen doen. En het is de eerste van het seizoen. Het is ook weer even inspelen goed op elkaar. En we hebben de afgelopen week hard getraind op dingen. Dus die wil je ook allemaal maar terugzien. En iedereen wil het graag. Dus uiteindelijk 5-2 gewonnen. Ik denk dat we wel een ander niveau moeten halen. Maar het is de eerste wedstrijd. Dus we gaan nog groeien. Eerste wedstrijd, er gaan er inderdaad nog vele volgen. Wat is jouw rol binnen die komende wedstrijden? Ik wil gewoon mezelf laten zien. En de trainers geven mij ook soms opdrachten mee. En ik probeer die zo goed mogelijk uit te voeren. En wat ik zeg, verder wil ik me laten zien. En in de kijkers spelen natuurlijk hopen dat ik misschien vaker aan kan sluiten. Nou, als je in de kijkers speelt, als je laat zien, waar ligt dan het plafond dit seizoen? Dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Ik ga gewoon mijn stinkende best doen. En we gaan kijken hoe ver we komen. Ja, maar je hebt natuurlijk je broer die wel heeft laten zien dat er veel mogelijk is. Zeker, zeker. Hij motiveert me ook alleen maar om daar ook heen te gaan. Als hij dan thuis komt met mooie verhalen, denk ik dat dat wil ik ook wel. Dus hij motiveert me alleen maar en ik doe mijn stinkende best en we gaan het zien. Dankjewel man, heel veel succes. Dankjewel.